Welkom in de Gelredome, het grootste theater van Nederland, zo staat op een affiche. Waar de sfeer in ieder geval prima is, maar de tribunes heel matig zijn bezet. En dat heeft alles te maken, niet omdat het dak dicht is, want dat maakt het in dit gure december weer toch nog een beetje aangenaam hier. Dat heeft alles te maken met het feit dat Vitesse thuis de supporters niet echt heeft verwend tot nu toe. Het is zeer, zeer wisselvallig. En het publiek in Arnhem is gewoon heel erg kritisch. Het publiek in Arnhem verwacht altijd dat Vitesse zo rond plek 3, 4 of 5 zal kunnen spelen. Dat zou natuurlijk allemaal nog best kunnen, maar tot nu toe heeft de Vitesse, waarvan u de opstelling ziet, slechts 22 punten. En dat is gewoon voor deze selectie te weinig. VVV dit keer in de uitshirts, in het rood helemaal, omdat de clubkleuren van de Venloze Voetbalvereniging, net als die van Vitesse, ook geel-zwart zijn. Hier de opstelling van VVV met opnieuw Lindhorst centraal op het midden, omdat Danny Post nog altijd niet fit is. Voor drie man op Opoku, Blappa en Grot. Martin Ødegaard, daar kijken we naar uit. Speelt hij vanavond weer eens een gala-wedstrijd voor Vitesse, zoals hij dat zou moeten kunnen. Alles in gereedheid. Eerste fluitje van Christian Baks. Reuzeler. Meteen de lange ballen naar voren, want de VVV heeft de langste selectie van de hele Eredivisie. Ødegaard. Eerste paas komt aan op Berends. Eerste voorzet is ook goed. Weggekopt. En het eerste schot. Bündner. Linssen gaat door en wordt het pootje gehaakt net buiten de 16. Vrije trap voor Vitesse op een mooie plek. Serrero, Ødegaard. Via het aluminium. Doeltrap. Linssen. Oud VVV'er. 70 wedstrijden gespeeld daar bij VVV. 12 keer gescoord. Bündner. Dat is goed. Dat is aardig. En dat is omver trekken. Maar Baks vindt het niks. Dat is misschien weer zo'n farm momentje. Ja, hier wordt natuurlijk gewoon aan Darvalu getrokken. Hoe je het bent of keert. Hij wordt gewoon ondersteboven getrokken terwijl hij op doel kan schieten. Dan zou je zeggen, Zeist, waarom doe je niks? Ødegaard en Caravaev. Daar komt Linssen, let op. Hij komt in ieder geval die bal, hij komt hem terug, maar er staat Soezits. Die is van een andere kleur. Koem levert makkelijk in bij Serrero en Ødegaard weer. Ødegaard blijft op de been. En Ødegaard schiet nu zelf en dan zit hij erin en dat is een mooie goal. Dat is zijn kwaliteit. Hij kan het en hij doet het nu. 1-0 Vitesse verdient Ødegaard. Mooi opgezet door Ødegaard zelf. De kaats lukt. Binnendoor dan. Blijft op de been. En dan. Dit moet toch te verdedigen zijn, lijkt me. Maar hij scoort. Dat is pas zijn tweede van het seizoen. En dat is voor een speler met zijn kwaliteit toch eigenlijk veel te weinig. Maar dit is een mooie. In de lange hoek. Bündner. Soezits voor Darvalu.
En Oenes dan. De eerste kans voor de Algerijnse spits van Vitesse, Darvalou. Clarkson voor. Lindhorst. Susic. Levert in. Eudegaard, nou doe maar weer iets moois dan. Doe maar. Eudegaard, ja! Mooie redding van Oenes dan. Dat is lekker. Daar zitten we op te wachten. Gewoon op doel schieten, kom op. En dan krijgt zo'n keeper ook wat te doen. En die kan wat hoor. Darvalou. Karavaev weer eens achter zijn standbeen langs. Zou mooi geweest zijn. Is dat toch altijd dat inspelen van die keepers op verdedigers die gedekt staan? Dat zie je in de hele Eredivisie. Hans Kraaij junior noemt dit de Hollandse ziekte. En daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja, het voetbal moet tegenwoordig achteruit beginnen, maar het leidt vaak tot hachelijke momenten zoals net even. Balletje van Eudegaard op Serrero. Voor. Die wil schieten. Ah, dat lukt niet. Goed de bal verdedigd. Buettner dan. Linssen. Vitesse op weg naar de 2-0, zou je zo zeggen, als je het spel tot nu toe bekijkt en de aanvalslust en drang van de ploeg hier uit Arnhem. Geen echte grote kansen, maar wel mogelijkheden. Misschien nu weer met Eudegaard. En weer de kopbal van Linssen, de kleine Linssen. Hier komt hij niet, maar schiet hij. Zeuntjes. Ja, ja, dat is toch de kwaliteit van de Ralf Zeuntjes. Altijd aanvallend gericht. Gaat opnieuw in absolute hoofdrol van de jonge Noor. Legt hem klaar voor de 2-0. Onderstal, de bal verdedigd. En goed verdedigd om Linssen. Prachtig steekballetje weer van Eudegaard. Die ik zijn beste wedstrijd tot nu toe zie spelen. Grot nu naar de rechterkant. Nu Joosten op links speelt. Daar komt Blappa. Ja, dan zit hij er toch gewoon in. Dan zit hij er toch gewoon in. Dat is zijn kwaliteit, die dekselse PNL Blappa. Hij is een echte spits. En je krijgt altijd één kans. En dit was die kans. En het is 1-1. Totaal tegen de verhouding in. Totaal onverdiend. Maar dat maakt niet uit. Dat is zijn klasse tussen twee centrale verdedigers door daar. Scoort Mlappa. Hard gewerkt, maar verder niet of nauwelijks te zien. En toch scoren, dan ben je een echte spits. Geweldig. Kunnen Serrero en Eudegaard, de twee beste spelers bij Vitesse, toch nog een keer de ploeg uit Arnhem naar de winst spelen. Met Hillerik ook nu. En daar is de 2-1. Jawel!
is Darvalo die scoort. En het is de inbreng van Gom. Heel snel naar die 1-1 is het een 2-1. Hillary Gom dus. Net in de ploeg, met snelheid. En daar is Darvalo. Toch dus Darvagol. Joosten. Susic. Op het hoofd geraakte Telander. Die knock-out gaat. Blampa. Ben Eduardo. Koem gooit. Susic. Seuntjes. Grot. Seuntjes weer. Daar komt Eduardo en hebben ze. Zelfs Onderstal gaat nu met nog 4 minuten op de klok mee. De doelman. In een alles of niets poging om toch nog een gelijkspel, net als vorig seizoen 1-1 toen, eruit te kunnen slepen. Die is makkelijk voor de keeper, lijkt mij toch. Ja hoor, Eduardo. En dan is Onderstal dus weg. En dan zou je zeggen, joh, geef die bal nou aan Rosman, keeper. Ja, dat wil het publiek hier ook. Dat duurt allemaal veel en veel te lang. Na een mindere periode, dus de nederlaag vorige week bij NAC, door de coach een wanprestatie genoemd. Het gelijke spel thuis hier tegen Emmen. Eindelijk dus weer een overwinning voor Vitesse. En die overwinning is dik en dik verdiend.